Het sociaal buurtrestaurant Resto van Harte in Lelystad moest in maart, net zoals alle andere horeca natuurlijk, de deuren sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Oh ja, dat betekent natuurlijk niet dat de vrijwilligers en kok van het restaurant stil gingen zitten. Om toch iets voor de mensen te doen die eenzaam zijn, organiseerden ze de Soep Challenge. Ja, en we hebben in de uitzending Manon Geerlings van Resto van Harte. Manon, mogen we wel zeggen, denk ik, hè? Goedemiddag. Ja, natuurlijk, zeker. Ja, goedemiddag. Hey, voor de mensen die niet weten wat Resto van Harte is, wat doen jullie precies als er geen coronavirus heerst? Ja, precies. Ja, wij zijn een sociaal restaurant. En de bedoeling is dat mensen die een klein netwerk hebben, of een kleine beurs, of allebei, bij ons toch terecht kunnen voor een gezellige avond. En wij zijn er vooral voor de ontmoetingen. Wij zorgen voor verbinding tussen bewoners en ook tussen bewoners en maatschappelijke organisaties. Is het er voor iedereen, arm en rijk? Ja, weet je, het is niet helemaal bedoeld voor mensen met een hele grote beurs, zullen we maar zeggen. Het gaat echt om mensen die het moeilijk vinden om aan te haken binnen de samenleving. Dus mensen met een klein netwerk die toch heel graag anderen willen ontmoeten, die zijn vooral bij ons heel erg op hun. Maar als ik langskom, dan wijs je me niet de deur. Zeker niet. Nee. Je bent altijd welkom, weet je. Ik wil het wel een keer proberen. Het is ook juist leuk. Misschien kan je ook iemand ontmoeten natuurlijk ook. Ja. Ook dat, ja. Er zijn echt voldoende matches bij ons tot stand gekomen. Ja, dan moet je nog eventjes om wachten. Want net als de rest van de restaurants en andere horeca moesten jullie natuurlijk in maart ook dicht. Wat hebben jullie toen gedaan voor de mensen die normaal bij jullie te gast zijn? Nou, weet je, we zijn eerst maar eens gaan bellen met onze gasten. Want landelijk hebben we zo ongeveer 40, 50 van dit soort sociaal restaurants. We wilden eerst van onze gasten weten van waar hebben jullie nou behoefte aan? Sowieso horen van weten ze de hulp te vinden, hè, in de stad, dat is belangrijk. Kennen ze het centrale nummer, wat nu ook binnen Lelystad zo bekend is. Dat wilden we graag horen. En ook, hoe willen ze met ons in contact blijven? Want ja, het gaat met name bij ons om contact. Wij verbinden via maaltijden, maar het gaat daadwerkelijk natuurlijk om, ja, hoe kun je die mensen nou met elkaar in contact brengen? Dus dat hebben we gedaan. We hebben ze eerst gebeld en toen kregen we een aantal suggesties waar we mee verder zijn gegaan. Ja, zoals die Soep Challenge, hè, die bedachten jullie toen. Ja, zeker. We hadden onder andere de Soep Challenge. We hebben ook een belpanel zijn we gestart. Ondertussen bellen we regelmatig met een groep gasten die dat graag wil. Mm-hmm. We hebben Facebook veel meer benut. We hebben inderdaad verschillende acties. Ook een nieuwsbrief die we nu uitgeven. Nou, je ziet hier Joris in beeld, onze chef-kok. En die kookt bijvoorbeeld iedere week een lekker recept. Dat doet hij via Facebook. En dan kunnen mensen ook lekker zelf mee gaan doen. En dat is eigenlijk hoe we ook een beetje op de Soep Challenge gekomen zijn. Want dat is een actie, die is echt heel erg leuk. Het is zo dat wij vragen aan onze gasten. En eigenlijk niet alleen aan onze gasten, maar aan alle Lelystedelingen. Van kom nou met je soeprecept, jouw favoriete recept. Geef ons dat. En wij gaan die beoordelen. Door onze chef natuurlijk. Mm-hmm. En de beste recepten. Ja, die pikken wij eruit en die gaan we gewoon koken tijdens onze kookfilmpjes op Facebook. Ja. En mensen waarvan het recept wordt uitgekozen, ja, die krijgen van ons soep op de stoep. Dat betekent verse soep met een lekker broodje en een smeerseltje erop. En op die manier hebben we ook weer contact even met onze gasten. En we krijgen ook wat interactie. Er zijn er veel reacties op gekomen? Ja, we hebben best wat reacties. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik wil er natuurlijk nog veel meer hebben. Dus ik roep ook heel graag bij deze de Lelystedeling op. Kom met je recept, weet je. Misschien wil je zelf geen soep. Doneer het dan aan een gast van onze resto die het heel hard kan gebruiken. En die echt in zijn eentje zit op dit moment. Weet je? Ja. Dat is zo leuk. En we maken ook een leuk receptenboek met al die soeprecepten. Zodat we er en later en ook voor onze gasten digitaal, dat we dat kunnen verspreiden. Mm-hmm. Weet je, en zo blijf je ook contact met elkaar hebben. Er is al een winnaar gekozen, de woestijnsoep. Ik had er nog nooit van gehoord natuurlijk. Wat zit er allemaal in de woestijnsoep? Zand. Oh, dat is een hele moeilijke. Ja, er zaten heel veel gezonde dingen in. Ik vond het ook wel een spannende, omdat ik er nog nooit van gehoord had. Het bestaat ook echt. Helaas,
Misschien wel. Oh. In ieder geval, we kregen hem zo door. Ja. Van Marion Lodder. Ja. En wij hebben hem nagemaakt. Nou, hij bevat in ieder geval heel veel gezonde ingrediënten. Ja. En hij staat ook op de Facebook website. Dus pagina. Dus ga dan maar eens kijken. Het recept ga ook. Ga maar namaken. Daag je uit. Ja. Ja, ja. Ja, ik daag je uit. Je daagt mij uit? Ja. Ik ben niet zo heel goed in de keuken. Maak de woestijnsoep maar eens. Ik ben wel goed in bakken, maar niet zo goed in koken. Ja. Nou, je bakt ze meestal bruin. Dat is waar, ja. 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 Hey, maar jullie kunnen dus nog andere recepten gebruiken van andere soepjes. Ja, zeker. Weet je, soep is relatief simpel te maken. En dat is natuurlijk ook leuk. Wij dagen daardoor en onze gasten uit. Maar ook mensen, vooral ook ouderen die nu thuis zitten. Ga lekker wat soep maken. En vries het in, weet je. Maak een ander blij mee. Het is niet zo heel ingewikkeld. En toch ook wel heel erg leuk. En, ik ben altijd dol op bruine bonensoep. Alleen de volgende dag is dan wat minder dan, hè? Nou, s'nachts al. Ja. Wordt een beetje lente, hè, mannen. Ja. We moeten weer naar de venkelsoep. En de... Oh ja, dat is waar, ja. Bruine bonensoep is meer voor de winter, hè? Nou, een lekkere ertessoep of zo. Oh, midden in de zomer hoor. Kan ook heerlijk zijn, hoor. Is er een zomerse variant van de ertessoep eigenlijk? Bestaat dat? Dat zal ongetwijfeld niet de eerste zijn die daaraan denkt. De heldere bouillon. Je hebt ook zomerzuurkool en zo hutspot, weet je wel, tegenwoordig. Ja. Nou, ik vind het ook lekker hoor, gewoon in de zomer gewoon erwtensoep. Maar is er een zomervariant van? Nou, nee, weet je, je hebt wel linzensoep, hè. Dat vult ook wel aardig. We hebben ook een mooi recept van op Facebook staan, nu een rode linzensoep. Dat is ook wel een fijne hoor, die kan ik je ook goed aanraden. Nou, heel lekker. Ik ben onlangs een keertje uit eten geweest, veganistisch. En dan kreeg ik dat volgens mij ook. Oh. Kan dat? Ja, want dat is heel vaak toch? Met linzen bij. Ja, natuurlijk, om te vullen. Linzen. Maar ik moet toch zeggen, ik heb toch een van de meest nare avonden uit mijn leven meegemaakt, hoor. Het was niet echt een smaakexplosie. Had het hetzelfde effect als bij de bonen? Nee, dat niet. Nee, maar goed, ik ging met iemand mee die dan veganistisch is. Ja, dan kun je dus, dan heb je geen keus. Ik denk, nou, ik ben er ook wel benieuwd naar, natuurlijk. En nou, het begon inderdaad met zo'n soepje. En daarna nog iets schoenzoolachtigs. Maar toen dacht ik wel zoiets van, ja, nee, dan ga ik liever naar Resto van Harte. Dat is van harte aanbevolen. Ja, dan krijg je lekker linzensoepje. Hè? Maar als mensen nog ideeën hebben, of ze willen zich aanmelden, of wat dan ook. Vertel even het adres waar ze terecht kunnen. Nou ja, sowieso kan het via ons e-mailadres. Dat is m.geerlings@restovanharte.nl. We hebben natuurlijk de website www.restovanharte.nl. En wij zoeken echt ook de samenwerking. Het is goed dat je dat zegt hoor, want de Lions helpen ons bijvoorbeeld volgende week ook weer met een te gekke actie. Mm. Weet je, dat is heel erg leuk. En dat Gezonde Wijkaanpak doet mee met posters, beweegposters voor ouderen en onze gasten. Dus alles is terug te vinden op onze website en Facebook natuurlijk, hè? Ja, maar dan mag ik je nog één vraag stellen. Tuurlijk. Ja, wij zien jou natuurlijk hier ook op televisie. En ben je zo blij na de persconferentie van gisteren dat je de ballon hebt opgehangen? Ah, ik ben echt wel blij dat het niet 1 september geworden is. Nee? Hoor. Oh, maar is het echt om die reden? Nee. Het is niet om die reden. Oh. Maar we gaan wel voor een beetje zonnige en fleurigheid in deze tijd. Dus was op 8 maart jarig en we hebben het laten hangen. Oh, op 8 maart al? We begonnen en we hebben het gewoon laten hangen, ja. Maar je kan het nu ook laten hangen, want tot de 8 maart weer. Het is bijna weer, ben je bijna weer jarig. Bijna weer zover, ja. Ja. Maar jullie gaan 1 juni open. Zijn jullie er al op voorbereid? Hoe gaan jullie dat doen? Ja, nou weet je, we zijn druk bezig nu in overleg met andere restaurantmanagers en directie om te kijken hoe dan, hè. Want het is nog best een uitdaging, hoor. Ja. Hoe ga je in de keuken ermee om? Weet je, je kan niet met de 8 man vrijwilligers. We hebben echt een heel geweldig team. Van 10, 12 man. Maar je kunt niet allemaal terecht, niet allemaal kwijt in de keuken. Hè? Dus dat wordt al een dingetje. Dan heb je je bediening. Je hebt de zaal. We hebben genoeg plek voor de mensen, absoluut. Het is meer de combinatie van hoe dan in die keuken. Hoe met de bediening. En ja, dat het toch veilig blijft. Want het is zo belangrijk. En we hebben gewoon te maken met die risicogroepen, hè. Ja, dus klopt. Voor ons is het heel relevant, zeker. Ja. Nou, ik begrijp dat er bij jullie ook nog wel heel veel vragen zijn. Hopelijk krijg je daar snel antwoord op. Manon Geerlings van Resto van Harte, dank je wel. En ga lekker door met de soep challenge. En laat ons even weten als het een lekker recept is. Want ik ben er wel voor in, eerlijk gezegd. Nou, de tijd was ook op, volgens mij.